Welkom allemaal bij deel 2 van The Grind en in deze video doe ik de hele dag 1v1's waarbij ik heb gespeeld tegen verschillende content creators, maar ook tegen verschillende Fortnite pros binnen de Nederlandstalige community. Jullie zullen dus een compilatie te zien krijgen van wat mooiere momenten, maar ook helaas van de wat mindere momenten waarbij ik geklept word. En dat is echt best vaak gebeurd, kan ik jullie vertellen. En daarbovenop, om het nog zo eerlijk mogelijk te maken, heb ik ook de eindstand vermeld staan. Voor alle mensen tegen wie ik heb gespeeld, zodat jullie gewoon een goed beeld hebben van hoe het is verlopen. Dank jullie wel en zo naar jullie. Heel veel kijkplezier en vergeet de video niet te liken. Ah, wat doe ik? Oké. Het enige wat mij weerhoudt om bijvoorbeeld dit soort video's echt op YouTube te gooien is gewoon het feit dat ik gewoon geklept word in eveneens. Maar ik moet me daar echt overheen zetten, man. Ja. Er komen geen bounces meer uit die kistjes terug. Ah, shit, man. Oeh, die was wel nice. Hey, jongen.
Oké dan! Netjes. Je bent insane. Wat? Ja. Zeg? Dat ik die Ishin. Nee, man. Wanneer komt die video online? Die komt zo meteen online, man. Gaan we wel even zitten, jongens. Gaan we even zitten, even kijken. Gaan we wel even zitten. Ja, dit is gewoon. Nee bro, is niet leuk, is niet leuk. Is niet leuk dit. Weet je geen want? Ja, ik speel tegen Kiss 1v1, maar het is niet leuk dit. Sorry, wordt geklapt. Hè? Sorry, wordt geklapt. Ja, zeker. Maar het is niet leuk dit. Upload hier zo. Bro, ik zie je niet eens, jongen. Sorry, Pato. My bro.
Oh. Ah, fuck. Ik zie niet dat hij een corner had geplaatst daar. Wauw. Oeh. Ik kan hier ook bullshit gaan lullen, maar ik had bij mij hielp het echt heel erg. Dit was de video. Hopelijk hebben jullie ervan genoten. Van al die pak slagen die ik heb gekregen. Dus ja, vergeet zeker niet te liken. Vergeet ook zeker niet te abonneren voor dat. En als laatste wat ik eventjes wil zeggen voordat ik de video afsluit is... is gewoon een kwestie van oefenen. Weet je, in deze Fortnite gebeuren, practice makes perfect. Het is een kwestie van geven, een kwestie van nemen. En ik moet gewoon blijven spelen tegen betere spelers. Maar ja, zo improve je. Als je niet speelt tegen betere spelers, dan zul je nooit improven. Dus als ik dit gewoon weer door te zetten, who knows. Deel 3, incoming real soon. Tot de volgende keer. Ciao.